Ik neem heel vaak dingen mee. Eender wat, een steentje in kleuren, een afgebladerd. Of ik maak ook heel veel foto's onderweg. Ik gebruik die niet letterlijk of zo, maar dat zijn onderdelen of sferen of details daarvan die ik pluk en die dan straks of later in een werk samenkomen. Maar dan door klei, dus door te putseren. Deze tentoonstelling heeft de titel Let's Play It By Ear. Vertel eens waar dat vandaan komt of waarom die titel? Mm-hmm. Dat is eigenlijk een Engelse uitspraak om te zeggen van we zullen wel zien hoe het verloopt. We maken niet direct plannen. En dat is iets dat mijn schoonmoeder is Engelstalig. En zij zegt dat vaak als zij bij ons wil afspreken en het lukt niet. En dan zegt ze wel, never mind, darling, we'll play it by ear. En ik vond dat heel mooi, omdat dat heel... Dat is bijna letterlijk, let's play it by ear. Van, ik hoor u nog wel, ik hoor nog wel van u. Maar dat voelt voor mij ook perfect aan de manier op hoe ik werk. Dus die intuïtie die erin zit, wat ik er straks vertelde van die klei, dat opbouwen, dat kan eender wat worden. Dus ik heb niet echt een vooropgelegd plan. Dus was voor mij die titel, klopte perfect. Ja. Het kunstwerk dat je voor u hebt gemaakt, kan je er iets over vertellen? Wat is daar, een verhaal achter? Is dat, wat beeld dat uit? Is dat iets dat met uw universiteit ook gerelateerd is? Nee, ze hebben dat eigenlijk gekozen, want dat bestond al een tijdje. Ik denk voor zijn dynamische karakter en hebben ze dat gekozen, hebben ze mij toen toch gezegd. Ik heb ooit in 2007 heb ik een grote installatie gemaakt met keramische beeldjes. En dat heette Le Salon du Plaisir. En dat was een belangrijk... dat was een sleutelwerk eigenlijk wel voor mij. Ik heb daar één beeldje daaruit. Het was Into the Wild, Santa, Davy en Grizzly. En die heb ik uitvergroot. Die titel is iets... Soms zijn mijn titels op voorhand, soms zijn die pas op het einde. Soms komen die geleidelijk aan. En deze is zo gegroeid. Omdat... het stelt dus eigenlijk zo'n... paard en een rendier voor, dat eigenlijk zo wat een losgeslagen situatie met, ja, is het nu Grizzly Adams, ken je Grizzly Adams? Ik was als kind daar zat van, was een Amerikaanse serie en dat was een, Grizzly Adams was een man die woonde in de mountains van Denver of zo ergens, met zijn grizzlybeer en een wasbeertje en dat was gewoon... Grizzly Adams. En dan heb je ook Davy Crockett. Ken je die? Ik heb in Amerika gewoond als ik klein was. Misschien okay, heeft dat een invloed gehad. Dat ik die dingen series zag, maar echt met zo'n raccoon, met een trapper. Hè? Was dat echt zo, Davy Crockett? Dus die zaten, toen ik die aan het boetseren waren, zaten die figuren in mijn hoofd. En dus dat heb ik wel vaker, van die hedendaagse cartooneske figuren of zo, die indruk maken. Evengoed mythologische figuren. Die komen samen, gewoon als ik aan het boetseren ben. Maar toen het effectief klaar was, beeld, of bijna, dan dacht ik, ja, maar dit is gewoon Santa Claus. Dat was ineens zo, die vergeelde posters van Santa Claus. Dus vandaar, dat was de titel, Into the Wild, Santa, Davy, Grizzly. Maar het verwijst even goed ook naar die prachtige bronzen beelden op... de monumenten in Parijs, hier op het Museum Verzonnen Kunsten, 1900. En toch, dat wilde heeft iets barokachtigs. En barok zit ook altijd wel ergens. Ja, ik voel de connectie met Antwerpen, ik voel de connectie met een van Antwerpens kunstenaars uit de barokperiode, Rubens. Dus ook al was het niet speciaal voor de UA,
zit er misschien toch wel onbewust een connectie ergens ja. in. En dat Into the Wild, als jonge student, ja, je gaat studeren en je springt het wilde leven in.